zomer! Dus gaat heel Nederland massaal weer richting het zuiden. Wij staan nu hier vlak bij de Belgische grens, bij Hazeldonk. Ik zeg, hoog tijd voor een sfeerimpressie. Goeiedag dames. Jullie zien eruit als een hele club die op vakantie gaat. Ja, dat klopt. Waar gaan jullie heen? Marokko. Te gek? Hoe lang is het nog rijden? 20 uur. Oeh, dat wordt een hele zitten. Ja, maar dat is leuk. Dan heb je die vakantiefeeling. Zijn ze niet een beetje zwaar beladen? Wat is een beetje zwaar? Zwaar is zwaar. Kijk, heb je een hele skibox er nog bovenop, propvol en binnen nog helemaal vol, dan zit je wel over de norm heen, maar... Ik zie hier een Charan met helemaal vol en een skibox bovenop en straks nog 5 mensen aan boord. Ja, maar bovenop de skibox zit niet heel veel. Ja. Mag je veel plezier wensen? Ja, tuurlijk. Dank je. En lees nog een autoweekje ook tussendoor. Super bedankt. Heel leuk voor de jongens. Goedenavond, meneer. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Voorschoten. En waar gaat u heen? We gaan naar de Dordogne. Lekker. Heerlijk. Hallo. Heb je zin in je vakantie? Ja. Hoe goed heeft u de combinatie voorbereid op deze reis? Nou, je bedoelt dit zo? Ja. Nou, compleet met wegen en alles, dus het zou goed moeten zitten. Het wordt voornamelijk lekker met de beentjes omhoog. Dus. Inderdaad. Dan kunt u deze er wel bij gebruiken, denk ik, of niet? Goed, ja, perfect. Hartstikke leuk. Kijk, dit is natuurlijk wel lachen, hè. Dan komen ze op hun vakantieadres erachter dat Autoweek langs is geweest. Het lijkt Sinterklaas wel. En waar gaat u heen? Ik ga naar Brussel. En nou ik hou persoonlijk wel van dit soort auto's, maar heeft u er ook nog wat aan gedaan om hem klaar te maken voor de vakantie, of niet? Ja, ja, zeker. Het is een oude bak natuurlijk, dus dan moet er altijd wel wat gebeuren voordat je weggaat. En wat is er zo al gebeurd? Ik heb een nieuwe zijspiegel daar en het spruitstuk is doorgeplaatst, de kleppen zijn gesteld. Dus, Hij kan er helemaal tegenaan? Ja, ik hoop het. Ja, in deze zomerspecial staat een magistraal verhaal van onze Bas van Putten. Gaat hij een nachtje kamperen met een Volkswagen California camper. En het leuke is, wat staat hier achter mij? En hoe komt u erbij om een zo'n camper aan te schaffen? Ja, wel, zelf een station wagon was te klein met alle toebehoud voor Sophie. Dus dit is hopelijk de perfecte oplossing daarvoor. Goedenavond, heren. Zit er voor u nog een beetje vakantie in? Wij mogen geen commentaar geven. Mag ik u dan wel een autoweek geven? Mij wel, maar... Kunt u in ieder geval nog een beetje genieten tijdens het werk? Ja, dit is geen vakantie, hè? Nee. Okay. Hard aanpoten, of niet? Nee hoor, dat gaan we zelf. Zo dan, dit ziet er wel heel avontuurlijk uit. 4 mensen bij een panda. Weliswaar een 4x4, maar toch, wat gaan jullie doen? We gaan een avondje clubben in Parijs. Ja. Stelletje globetrotters. Ja, eventjes toch buiten feest pakken en daarna weer terug naar Nederland. En valt het een beetje uit te houden met z'n vieren in een pan? Goed te doen hoor. Ja? Ik mocht achterin zitten met de dame, dus dat scheelt al. Ik heb gehoord dat er een Canadese dame bij is, hè? Ja. Goed geregeld. Ja, toch? Heeft u alle vitale checks aan de auto ook al uitgevoerd? Ja. Het kost altijd veel geld voordat je gaat vertrekken, dan laat je gewoon alles doen aan de auto natuurlijk. Ja, u heeft hem gewoon naar de dealer gebracht? Ja. Ergo moet goed zijn, gevuld zijn. Maar op vakantie 4 weken in Marokko, ik denk dat een Autoweek zomerspecial best wel van pas gaat komen, toch? Als wij die u gratis meegeven, vindt u dat leuk? Ja, gratis af. Heb je ook een beetje wat te lezen mee, of niet? Ja, een beetje. Wil je die mee? Ja. Fijne vakantie. Ja, hetzelfde.